Wist je dat delen door nul wiskundigen in hun greep gehouden heeft? In de wiskunde zijn er verschillende regels over getallen die niet verbroken mogen worden. Eén daarvan is dat we niet kunnen delen door het cijfer 0. En toch heeft die regel voor zoveel theorieën gezorgd. Normaliter geldt dat hoe kleiner je deelgetal is, des te groter het antwoord zal zijn. 10 gedeeld door 2 is 5, gedeeld door 1 is 10. En zo gaat het verder. In andere woorden, als je deelt door getallen die richting 0 gaan, zullen de uitkomsten uitgroeien tot het hoogst mogelijk is. Daarom kwam men met een theorie dat 10 gedeeld door 0 oneindig groot zou moeten zijn. Maar de huidige regel zegt dat als je 10 deelt door een getal dat richting 0 gaat, het antwoord ook richting oneindig zal gaan. En die twee zijn dus niet hetzelfde. Dit wordt getoetst met wat wij kennen als de multiplicatieve inverse van een getal. Bijvoorbeeld, als je 3 vermenigvuldigt met 2, krijg je 6. En 6 kan je vermenigvuldigen met een half om weer op 3 te komen. Een half is dan de multiplicatieve inverse van 2. En die van 10 is 1/10. Het antwoord van iedere vermenigvuldiging van een getal met diens multiplicatieve inverse is altijd gelijk aan 1. Delen door 0 zou alleen kunnen als we een multiplicatieve inverse van 0 vinden. Het zou een zodanig getal moeten zijn dat wanneer je het vermenigvuldigt met 0, het op 1 zou moeten komen. Maar aangezien alles met 0 gelijk is aan 0, bestaat een dergelijk getal dus niet. Maar heel lang bestond iets als de wortel uit negatieve getallen ook niet, totdat wiskundigen dat herdefinieerden tot een letter, waardoor een wereld aan mogelijkheden openging. Dus kan er geen herdefinitie plaatsvinden hiervoor om bijvoorbeeld te zeggen dat infinity gelijk is aan de multiplicatieve inverse van 0? Dat zou dan inhouden dat 0 maal oneindig gelijk zou moeten zijn aan 1. Dat betekent ook dat 0 maal oneindig plus 0 maal oneindig gelijk is aan 2. Het antwoord daarop zou zijn 0 maal oneindig is gelijk aan 2. Maar dat is eerder al gedefinieerd als gelijk te zijn aan 1. Dit zou inhouden dat 1 is 2 en dat oneindig is gelijk aan 0. En dat kan gewoon niet. En daarom kon delen door 0 niet geherdefinieerd worden door wiskundigen. En heeft dat ze heel lang in hun greep gehouden.